Welkom bij Mystic Angel Radha Tarot. Ik ben Radha. Dit is de weekreading voor de week van 17 tot 23 oktober 2022. Ik heb de kaarten al gelegd, dus ik ga gelijk beginnen met de reading. Dit is de kaart Mother Earth. Feel loved and comforted. Dat betekent dat er een positieve verandering aan de gaande is. Een nieuw begin voor zelfzorg, zelfliefde. Je zal merken dat je toch wel meer de zelfliefde gaat ervaren de komende week. De begeleidende boodschapkaart is: vergeef jezelf, je hebt niets verkeerd gedaan. Gebed is: ik vraag je mij te helpen met het loslaten van mijn schuldgevoelens en met het vergeven van mijzelf. Geef mij alsjeblieft een advies over hoe ik mijn woede of angst naar andere mensen toe kan loslaten. Dank je wel, aartsengel Michael, dat je mij toestaat mijzelf te zijn en vrede te voelen. Ja, soms worden wij natuurlijk ook wel eens een boos, hè? Of we schieten in angst als er mensen zijn die ook die boosheid en die angst aanvallen hebben naar jou toe. En waardoor wij dus zelf ook dat oppikken en dat ook zelfde voelen en ervaren. Waardoor wij dus ook automatisch soms dingen zeggen tegen de andere persoon wat we eigenlijk niet bedoelen of menen. En daardoor voelen wij soms wel eens schuldig. Maar wees dat je niks verkeerds hebt gedaan. Je hebt alleen de energie van de ander overgenomen. Zonder erbij stil te staan. Of zonder te weten. Dus daar kan jij dus eigenlijk niks aan doen. Dus je hebt niks verkeerds gedaan. Maar je wordt erin begeleid. Daarom is het heel erg handig om heel dicht bij jezelf te blijven. Voel wat je voelt. Voel wat je intuïtie tegen jou zegt. Hè? Want in de tijd van... Als iemand boos naar jou reageert terwijl jij de hele dag al kalm was en rustig was, kan het zo zijn dat je opeens die woedeaanval krijgt of die angstaanval. En dan moet je even bij jezelf nagaan, is het van mij of is het van de ander? Vraag dat even aan jezelf. Als je de hele dag al rustig bent geweest. En misschien kan je dat gewoon meegeven aan God en de engelen en of aan het universum. Van wil je alsjeblieft die woedeaanval of die angstaanval voor mij weghalen. Zodat ik weer de innerlijke rust kan ervaren. Dus als je dat zegt, dan moet het je wel helpen. Dan hebben we maandag nieuw leven, een nieuw begin. Voor velen gaat er een nieuw begin komen. In die nieuw begin is het ook die zelfzorg. De zelfliefde die er plaats gaat vinden. Dat begint vanaf maandag. Dinsdag is ademhalen, mediteren, rust houden. Even tot jezelf komen. Woensdag hebben we Oost-West Thuis-Best. Woensdag voel je helemaal lekker in je vel. Je hebt je innerlijk werk gedaan. Je hebt gemediteerd. Je hebt een nieuw begin gemaakt. Wat gewoon goed gaat. De zelfzorg. Door de zelfzorg, zelfliefde. Voel jij gewoon beter in je vel. Dan hebben we donderdag bouwstenen. Donderdag ga je beginnen met werken aan... aan een project kan het zijn. Het kan zijn aan je onderneming, je werk. Kan ook iets heel anders zijn waar je aan het werk gaat. Maar je gaat dingen opbouwen. Dan hebben we tijd om te gaan voor vrijdag. Er gaat weer een nieuwe deur open zelfs. Een nieuwe poort. Om iets los te laten en toch weer door een nieuwe deur open te gaan. Het kan ook zomaar zijn dat er nog een deur open gaat voor je. Dus naast het nieuwe leven, hè, nieuw begin,
dat er nog een deur voor je daarnaast nog open gaat. En dat gaat vrijdag plaatsvinden. Zaterdag zit je in chaos en conflict. Het kan zijn dat het misschien, omdat er nog een nieuwe deur open gaat, net iets te veel is voor jou. Waardoor je dus in een innerlijk conflict komt met jezelf. En dat alles chaotisch weer is. Probeer dan voor jezelf een stapje terug te doen. Hè? Trek jezelf even terug. Ga weer naar die zelfzorg, naar die zelfliefde. Mediteren, buiten lopen. Weet je, meer jezelf ontspannen. Zodat je weer rust in jezelf krijgt. En dat je daarna weer verder gaat met waar je mee bezig was. Zondag zit je helemaal in je denken. Denker. Je zit helemaal in je hoofd. Ook hiervoor geldt, ga mee ontspannen. Trek jezelf even terug. Ga weer mediteren. Ga weer even buiten lopen. Ga mee ontspannen. Kom tot rust. En niet te veel in je hoofd zitten. Schrijf ook al je gedachten op. Dat kan ook helend werken. Alle gedachten wat je zit te denken, schrijf dat allemaal op voor jezelf. En dan zal je zien dat je hoofd weer leeg wordt. Dan hebben we de grote boodschapkaart. Dat is nummer 26. En dat is vrede. Stop ongewenste en storende gedachten. Het heeft echt geen enkele zin je zorgen te maken over dingen die je niet onder controle hebt. Je zorgen maken zal niemand helpen en het zal ook niets oplossen. Integendeel, vaak lijken de dingen daardoor juist erger dan ze in werkelijkheid zijn. We vinden altijd wel iets waar we ons zorgen over kunnen maken. Maar over je eigen welzijn en voor dat van anderen is het van essentieel belang dat je leert op een meer positieve manier met de dingen om te gaan. Het advies is dan ook jezelf te trainen om je aandacht te richten op de positieve dingen. En zo eindeloze cirkel van storende en negatieve gedachten af te breken. Neem aan het begin en aan het eind van elke dag tijd om even te mediteren. Ga met je aandacht naar binnen. Stel jezelf voor omhuld door liefde en licht. Laat het universele licht en de liefde je hart en je geest vervullen. Zie als een film voor hoe je gedachten oplossen en verdwijnen in de ruimte. Je geest is rustig als een helder blauwe hemel. Richt je aandacht en je gedachten op alles waar je dankbaar voor bent in je leven. En dank moeder aarde en het universum voor al je zegeningen. Affirmatie. Ik heb vertrouwen in de kracht van de liefde. Ik vertrouw dat alles gaat zoals het moet. Mijn geest en mijn hoofd zijn als een helder blauwe hemel. Mijn hart is vol liefde. Alles op deze aarde baat in een zee van liefde. Nou, ik hoop dat je wat aan deze boodschap had. De grote boodschapkaart heeft jou dus duidelijk gemaakt wat je het beste kan doen om niet in je hoofd te zitten. Dus ja, daar heb ik geen aanvulling bij, want het is allemaal duidelijk verteld. Dus ik hoop dat je wat aan deze boodschappen had voor volgende week. Voor de week van 17 tot 23 oktober. Je kan ook een WhatsApp reading winnen. Dus mocht jij dat willen, een WhatsApp reading is twee vragen en een boodschap die je krijgt via de WhatsApp geschreven. En mocht jij zo'n WhatsApp reading willen winnen, dan laat het hier onder deze video weten. En dan ga ik over 3 dagen ga ik weer, even kijken wanneer is dat. Nee. Ja, 3 dagen. Ik ga hem vandaag posten. Even kijken hoor. Vrijdag, zaterdag, zondag. Ik ga zondag even bekendmaken wie de reading heeft gewonnen.
Dus ja, dat lijkt me wel handig. Ik laat zondag even weten wie de reading heeft gewonnen. En like, abonneer en laat belletje rinkelen om mijn video's te ontvangen. Mocht jij een van mijn andere diensten willen, dan kan je dan hieronder. Dan kan je via de WhatsApp mij bereiken. Laat het gewoon even weten via de WhatsApp, ja, voor mij, een van mijn diensten. Ja, ik zat zo in mijn denken dat ik het even kwijt was. Maar goed. Dus zondag laat ik weten wie de winnaar is. Mocht je een van mijn diensten willen, laat het dan weten via de WhatsApp. En like, abonneer en laat het belletje rinkelen om mijn video's te ontvangen. Tot de volgende keer. Doei doei!